Welkom Kreeft bij jouw kaartlegging voor de persoon van betekenis voor jou. Wel, voor eens de drie persoonskaarten erbij te nemen, wil ik graag even vermelden naar mijn Instagram pagina. Daar kan je elke dag jouw dagkaart kiezen en dan krijg je er een korte omschrijving bij. En anderzijds is er ook nog de Facebook-pagina en daar stel ik jou elke dag een vraag. En het leuke daaraan is, je kan nooit fout antwoorden, want de enige persoon die het juiste antwoord kent, dat ben jij. En dan kan je daar ook eventueel een reactie achter laten. Net zoals je dat kan doen hieronder aan de video. En eventueel ook een duimpje omhoog geven. Zo, dan gaan we er nu de drie persoonskaarten bij nemen, zodat we een idee krijgen van wie er eventueel in de komende periode een rol van betekenis gaat spelen voor jou. En dat kan eventueel een vis zijn, eventueel een leeuw of een ram die een rol van betekenis kan spelen voor jou. En dan gaan we er drie tarotkaarten bij nemen. Nu, ik ga die hieronder leggen, maar dat wil niet zeggen dat de vissen bij die situatie gelinkt gaat worden. Dat kan, hè, maar bekijk zelf hoe het voor jou de situatie is. We gaan eens kijken welke kaarten het zijn. De acht van zwaarden, het rad van fortuin en de ridder van munten. Bij de acht van zwaarden, ik ga daar de ram bij nemen. Initiatief nemen. In die zin, die zwaarden, die staan achter haar. Die staan voor onze ideeën, onze overtuigingen, onze angsten ook in dit geval. En zij is geblinddoekt, en dus zij kan op dit moment niet zien. Maar ze ziet dan ook niet dat die angsten of die beperkende gedachten, dat die achter haar liggen. Dus vandaar dat je eventueel met de hulp van een ram toch het initiatief gaat kunnen nemen om die blinddoek af te doen, om die windels los te maken, want dat kan die vrouw perfect, hè. Die hangen helemaal los rond haar lichaam, dus ze kan zichzelf daar perfect uit bevrijden. Maar ze moet natuurlijk het initiatief nemen om dat inderdaad te doen. En dan gaat zij zien dat een aantal overtuigingen die zij tot nu toe had, dat die niet meer geldig zijn, dat die behoren tot het verleden. En dan hoeven die ook niet meer meegenomen te worden richting de toekomst en mag je die achter jou laten. Eventueel kan zij ook vaststellen dat om naar de toekomst te gaan, dat er belemmerende gedachten waren, dus ideeën, overtuigingen die haar tegenhouden om dat initiatief te nemen. En dan kan de ram daar een duwtje in de rug geven om dat toch te doen en om toch te snappen van, ja, maar dat waren belemmerende gedachten. Dat was een gedachte dat mij tegenhield. En ja, dat klopt eigenlijk niet meer. Ik kan vooruit, ik kan die blinddoek afdoen en ik kan die windels, ik kan mij hier bevrijden uit deze situatie. En dan hebben we het rad van fortuin. En ja, hierbij is er een puzzelstukje dat ineens op zijn plaats valt. Een meevaller, een gelukje. Soms heb je ook eens gewoon geluk in het leven. En ik denk, ja, dat geeft jou energie. Dat geeft zo weer een schwung. Ja, oké, we hebben hier een meevaller. Het zit hier mee. Het gaat weer, die levensenergie die stijgt weer snel. Dus dat zou eventueel kunnen zijn dat een leeuw daarbij betrokken is. Dat je hier een meevaller hebt. Iets dat op zijn plaats valt. Iets dat eindelijk in orde komt. Iets dat eindelijk opgelost geraakt. Iets leuk, een gelukje waar je je aan mag verwachten. En dan hebben we de ridder van munten. En de ridder van munten, dat is het paard dat stilstaat, hè.
En die vraagt van, kom nu eens met je beide voeten op de grond. En er zijn verplichtingen die jou zeggen van, oké, nu is het wel de moment om die verantwoordelijkheden, om die na te komen. Pak die met twee handen vast en begin er een keer aan. En ja, eventueel hier een vis met de voorhoofdchakra, die kan jou helpen om dat te begrijpen, om dat in te zien, om dat te snappen, dat het nu inderdaad, één, hoe raak ik met mijn voeten hier op de grond? En daar kan die vis jou bij helpen. En hoe ga ik dan inderdaad mijn verantwoordelijkheid opnemen? Ga ik die dingen doen die van mij verwacht worden? En dat ik die ook effectief ga uitvoeren. En dat is eventueel iets waar dat de vis bij jou kan helpen. En dan gaan we ook nog een advieskaart van de engelen bijnemen. En die kaart die springt eruit. En die heeft de tekst. Transformatie. Door de allesomvattende liefde die je omarmt, transformeer je in een steeds groter licht. Een steeds grotere eenheid en een steeds grotere wijsheid. Ik denk dat de transformatie hier duidelijk is van het niet zien naar het ineens wel zien. Naar het, van het niet durven naar het wel durven. Die verandering. Ja, hier is er iets op zijn plaats vindt, dus dat is al een verandering op zijn eigen. En hier, door het met beide voeten op de grond te komen, door jouw verantwoordelijkheden op te nemen, zien mensen ook dat jij inderdaad die verandering jouw eigen maakt. En dat, ja, dat geeft jou natuurlijk wijsheid ook, door die verantwoordelijkheden op te nemen, door met beide voeten op de grond te komen, dat geeft ook die inzichten en die wijsheid aan jou. Zo, dit was jouw kaartlegging voor de persoon van betekenis voor jou. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.